expertmeeting is dat we samen met mensen vanuit de praktijk, het onderwijs, bij elkaar komen en het hebben over hoe je goed onderwijs neer kan zetten. Dat gaat over zorgtechnologie. Dat dit project draaien we met 4 mbo's. En wij, Gerrie en ik, zijn projectleider, maar MBO Amersfoort draait mee in het project. En na de zomer zal ook het Hoornbeek College meedraaien in het project. Zodat binnen de regio Utrecht dit goed op de kaart wordt gezet. We werken samen met 4 mbo-instellingen en dat doen we samen met Utrechtzorg. We zorgen op die manier ervoor dat we met z'n allen goed onderwijs neerzetten voor onze mbo-studenten. Nou, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, is dat hier 4 scholen, 4 onderwijsinstellingen hier een intentieverklaring hebben getekend vanmiddag. Dat vind ik heel bijzonder, die samenwerking die ze met elkaar zijn aangegaan. Dat het werkveld hier vanmiddag ook aanwezig is, andere partijen. Dus eigenlijk dat er ook met de gezamenlijke partijen invulling wordt gegeven aan dit keuzedeel zorg en technologie. Nou, ik hecht eigenlijk heel veel waarde aan de ideeën die in de praktijk leven. Dus wat wij binnen het onderwijs bedenken, dat moet daadwerkelijk ook iets opleveren. Zeker in de eerste plaats voor de zorgvraag. Ik denk dat je juist door samen te werken daarin, school, bedrijfsleven, zorginstellingen, een hele mooie spin-off krijgt van innovatie. Ik denk dat technologie een hele grote rol gaat spelen in de zorg in de toekomst. Niet alleen nu, maar in de toekomst dat het nog steeds meer zal zijn. En dat het een aanvulling kan zijn op de huidige zorg. Dat werd vanmiddag ook al even geschetst. Hè? Het is geen vervanger van, maar dat er juist dan straks meer ruimte is om andere zorg te verlenen. Dat is een hele mooie aanvulling. Als we kijken naar de toekomst met betrekking tot zorgtechnologie, dan moeten wij best nog wel grote slagen in het onderwijs maken. We zien dat het bedrijfsleven best snel gaat met betrekking tot zorgtechnologie. En dus onze leerlingen, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, hè, onze studenten, die krijgen ermee te maken in de praktijk. En wij als onderwijs moeten aansluiten bij die praktijk en bij die ontwikkelingen. En daar valt nog een slag te maken, maar het keuzedeel, hè, waar het hier om draait, de keuzedelen, die zorgen ervoor dat die brug geslagen kan worden. We hopen ook echt in de toekomst dat studenten in de praktijk door de opdrachten die wij maken goed kunnen werken met zorgtechnologie en dat ook in de praktijk de zorgtechnologie nog een grotere rol gaat krijgen. Omdat we maken het onderwijs voor nu, maar over 10 jaar ziet de toekomst er natuurlijk alweer heel anders uit.